Dit is de Zandmotor, een uniek stukje nieuwe natuur voor de kust van Terheide. Het is een van de zwemwaterlocaties in de provincie Zuid-Holland. Op 1 mei start weer het strandseizoen. De zwemlocaties worden op veiligheid en waterkwaliteit gecontroleerd. Waar we vanavond naar gaan kijken is wat heeft het getij de afgelopen winterperiode gedaan. De zandmotor is continu onderhevig aan getij. En daar past de zandmotor zich ook aan. Met als gevolg dat er geulen, kuilen en dieptes ontstaan. En wij gaan kijken in hoeverre dat invloed heeft op de zwemveiligheid. Nou, we beoordelen of het veilig is of niet door het te vergelijken met het reguliere strand. En waar afwijkingen zijn, bespreken we met elkaar welke risico's we daar zien en hoe we die kunnen beheersen. De zandmotor is een wadachtig gebied dat 2 keer per etmaal bij vloed onder water staat. Door zijn dynamische karakter kunnen onveilige situaties ontstaan en daarom controleert de provincie alvast of het veilig is op de zandmotor. Inspecteur Stefan Scholtes doet samen met partners een inspectieronde. We doen de zwemwaterinspectie 2 keer per jaar aan het begin van het zwemwaterseizoen. 1 keer met laagwater zoals vanavond en 1 keer met hoogwater. Dat doen we onder andere samen met de rensbrigades die op hun beurt individueel in de zomer ook hun eigen inspecties doen. Het is belangrijk als de mensen hier naar het strand gaan dat ze goed kijken wat er op de borden staat, welke vlaggen er gehezen zijn, dat ze de aanwijzingen van de rensbrigades en andere hulpdiensten opvolgen. En als ze in de problemen komen of ze zien dat andere mensen in de problemen zijn, dat ze dan 112 bellen.